Maak hem maar open. Nou, ik ben heel benieuwd, uh, Jan. Ik ook. Oh, is gaaf. Zo. Leuk hè, die meiden. Voorhoop. Ja, Weet je er nog, die oranje bitter? Die is bijna. Dat is over 11 uur. Ze zijn super trots op het resultaat. Jan Boetin en Ivar van Veen. Mede-initiatiefnemers van Groeten Uitzwollen. Het fotoboek gevuld met Zollenaren die op een kroon poseren voor de nieuwe koning en koningin. Kijk, we hebben dus uh, de niet bekende Zollenaren, of niet bekende, hebben we op de troon gefotografeerd op een vaste locatie voor de Peperbus op de Grote markt En de bekende Zollenaren, zoals hier uh, Lotte van Beek, op een aparte locatie, maar wel steeds met de troon op de achtergrond. Ja, we hadden er eigenlijk niet beter kunnen wensen. Het is uh, qua opkomst, uh, en dan heb ik even over de gewone Zwollenaren, gigantisch geweest op die twee dagen. En uh, nou, ik vind de bijzondere Zwollenaren hebben het ook goed opgepakt. We hadden natuurlijk mooi een uitnodiging uit naam van de burgemeester, dus dat heeft goed meegewerkt. Maar we hebben echt een compleet boek. Kan niet beter, uh, beter dan dit? De Zotte Zusjes, heel erg bekend binnen Zwolle. Niek van der Sprong, onder andere. Van het Bevrijdingsfestival over Rijssel. En hier zijn weer de gewone zollenaren. Dit is de eerste foto die we gemaakt hebben in deze serie. Maandenwerk met als kroon daarbovenop de gelegenheid het boek zelf aan te bieden. Fotograaf Jan grijpt die kans. En zijn tekst, die kent hij al. Namens de Stichting Goed Uit willen we u graag dit fotoboek overhandigen, waarin 1200 zollenaren afgebeeld zijn. En waar hoop je op qua redactie? Waarom? Kunnen nog even doorpraten. <laughs> ja, precies. Ja. En ik hoop. Ik weet niet of ik het zeg, maar ik hoop dat het maximaal wordt die het boek aanneemt. Dat is eigen voorkeur? Dat is mijn eigen voorkeur. En nu nog één ding hopen. Dat het boek daadwerkelijk bekeken gaat worden en niet in een stoffig archief verdwijnt. Ja. Ik, denk, ik denk zelfs dat het in het privé domein van de koning en de koningin komt te liggen. Ik denk dat ze gewoon een mooie boekenkast hebben. En het, is een, het is een boek waar je doorheen bladert waar je direct vrolijk van wordt. Dus ik denk dat het gewoon in het privé komt te liggen. Ja. Ook leuk voor de prinsesjes? Ja, precies, precies, precies. Route uit Zwolle is vanaf volgende week ook verkrijgbaar in de boekhandel.